Dairy farming in the Netherlands accounts for 35% of the country's land use. But demand for dairy is damaging biodiversity. As the most vulnerable players in the food supply chain, farmers are the first to be hit by biodiversity loss, but they're equally vital in helping improving it. Wat je ziet natuurlijk in de melkveehouderij specifiek is het verdienmodel. Het is lage marges, kosten nemen toe. Daarnaast zie je dat er veel uitdagingen zijn op duurzaamheid. Tackling that challenge is a shared responsibility, recently recognized by the formation of a coalition of three leading industry figures: Rabobank, Friesland Campina, the Netherlands' largest dairy cooperative, and the Dutch chapter of the Worldwide Fund for Nature, together are piloting a biodiversity monitor that seeks to develop a standardized set of key performance indicators that can quantify farmers' efforts in improving biodiversity on their land. En vanuit totaal drie verschillende achtergronden, hè, dus een bank en een NGO en een zuivelonderneming, hebben we acht andere onderdelen. Hadden we wel alle hele delen van, ja, we hebben allemaal belang bij het behoud van biodiversiteit. We weten ook dat de boeren daar, dat deelden we ook, een belangrijke rol in spelen. We hebben hier een pilot in Drenthe lopen, heeft ook de provincie die daar een subsidie geeft. Rabobank is using the monitor to offer a blended finance planet impact loan to dairy farmers who are rewarded with reduced interest rates based on their sustainability outcomes. The first loan was issued in 2019 to dairy farmer Jappie Reedstra, who supplies milk to Friesland Campina. We hebben ongeveer 400 melkkoeien hier in Veenhuizen, 200 stuks jongvee. Daarnaast doen we nog aan natuurbeheer, we doen aan weidevogelbeheer, strokenbeheer. Nou, we proberen wat rekening te houden met de biodiversiteit. Op de natuur doen we van alles om insecten aan te trekken. Overwinterende vogels een plekje te geven. Wat je ziet is dat onze boeren veel meer doen dan alleen maar melk produceren. Ze zorgen voor het landschap. Ik denk dat de herkenbaarheid van Nederland bijvoorbeeld, met koeien in de wei en molens en boeren, een soort van cultuurlandschap. De herkomst of de manier of de wijze waarop die melk geproduceerd wordt, onder welke omstandigheden, dat ook steeds meer waarde begint te krijgen. Ik verwacht dat je als boer, wil je in de toekomst blijven kunnen melken, dat je wat met duurzaamheid zou moeten doen. Het mooiste is als je dit samen doet, dus niet alleen als bank en als Friesland Campina, maar het is eigenlijk private en publieke ondernemingen samen, maar ook de NGO's en ook de wetenschap, maar ook gewoon de overheid. Collaboration across sectors, from banks to processors to farmers, is the key that will unlock sustainable entrepreneurship. With plans to develop biodiversity monitors for other agricultural sectors, this collective approach is crucial to its success.